Wat mij opviel is dat ik zag Peter van Zes Losse Tanden en van NRC, die postte een artikel van de New York Times. Ja. Over het feit... Peter van de Ploeg, journalist NRC. Het feit dat Ryan Adams seksueel getinte berichten heeft gestuurd naar minderjarigen. Oh, die hebben we gezien, dat is bewijs en dat is uitspraak. Hij zegt zelf niet bewust te zijn van van de leeftijd van het meisje, want ze hebben elkaar ook nooit ontmoet. Ja. Maar feit was, ze was 15 en hij heeft... En daarnaast gaat het over een aantal andere artiesten, waaronder Mandy Moore, actrice. Kennen we misschien wel. Nee, okay. Daar op zijn post zag ik zulke genuanceerde reacties, dat ik daar misschien een beetje van schrok zelfs op een gegeven moment. Ik van, hè? Normaliteit? Hey, ik hoor een tikje. Ik hoor ook een tikje. Wat kan het zijn? Ja, lul maar door. Hello, it's Michael. Ja, sorry. Dus, R. Kelly heeft iets fout gedaan. Nou, heel Facebook gaat erop los. En burn. Ryan Adams doet eigenlijk hetzelfde. Nee. Ryan Adams doet in essentie hetzelfde. Machtsmisbruik. Nou, dat wel. Hij zou 7 dames beloofd hebben ze te helpen met de carrière, maar was in werkelijkheid uit op seks. Ja, dan ben je een klootzak, dan ben je geen... Je bent niet getrouwd met een 15-jarige zoals R. Kelly heeft gedaan, absoluut. Ik moet even iets terugnemen, sorry. Ja. Maar wat mij wel opvalt, als een witte man die hele intellectuele indie maakt, dat in één keer doet, dan is in één keer ruimte goed voor genuanceerde reacties. Ja, ik dacht, what the fuck? Die gast, en dat zei Peter gelukkig ook, onze boot. Dit is machtsmisbruik 101. Oké. Net zo erg.